welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke first impression make-up tutorial met de Laura Lee Nudie Patootie palet. Dit paletje is er al wel een tijdje, ik ben een beetje laat bij het feestje, maar whatever, ik ga hem gewoon alsnog reviewen. Ik had op mijn Instagram verhaal een poll gezet van wil je hier ook een YouTube video over zien of alleen maar een Instagram post, want ik wist niet zeker of ik hier echt een YouTube video over wilde gaan maken, maar heel veel van jullie, iets van 70% zeiden ja, maak er ook een YouTube video over. Dus bij deze, we gaan gewoon kijken wat we van dit paletje weer vinden. We gaan weer zoveel mogelijk kleuren gebruiken en deze mooie look maken. Dus ben je hier benieuwd naar? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En op het belletje te klikken naast abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel door met de video. Nou, hier is dan het super mooie paletje. Ik heb er nog niet over gemaakt, nog niet geswatcht, helemaal niks. Ik heb deze gekocht op beautybay.com. Deze kostte 45 euro als ik het niet fout heb. Jawel, ik weet het eigenlijk bijna zeker. 45 euro. Ik heb betaald met PayPal. Op beautybay kun je betalen met PayPal of creditcard. Ik betaal altijd gewoon met PayPal. Let wel op bij beautybay. Ik weet niet waar het aan ligt. Of het vanaf een bepaald bedrag is. Of dat je per se twee dingen moet bestellen. Maar als je alleen deze bestelt, dan komt de optie PayPal er niet te staan. Dus ik had toen deze kwast erbij gedaan. En toen kwam de optie PayPal er wel. Dus volgens mij moet je per se twee artikelen kopen of per se vanaf een bepaald bedrag. I don't know, maar ik denk dat je per se twee artikelen moet kopen. Ik raad deze zeker aan. Dit is de Morphe Brush Y6. Dus mocht je iets erbij willen kopen, ik raad die nu wel aan. En mocht je iets hebben, nee, ik wil eigenlijk niks erbij, pak gewoon het meest goedkoopste van 2 euro of 5 euro of zo. I don't know. Zodat je in ieder geval dit paletje kunt kopen. Dit is het paletje en dit is de achterkant. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar er staat dus op Nudie Patootie. En dan hier staat het logo Laura Lee Los Angeles. Ja, en hier achterop staat niet echt iets bijzonders. Gewoon haar social media en zo. Nou, zo ziet het paletje eruit. Het is super mooi. Ik vind deze kleuren echt heel mooi. Je hebt ook een spiegel erbij. Het paletje is vrij. Is best wel zwaar en hij is ook best wel groot. Niet echt heel reisvriendelijk, maar whatever. Het eerste waar ik aan denk als ik deze kleuren zie is bruidsmake-up. Dus vooral voor alle visagisten die naar mijn video's kijken en die vaak bruiden opmaken. Dit paletje is echt perfect voor bruidsmake-up. Ik vind de kleuren echt super mooi. Het heet ook Nudie Patootie, oftewel nude. Het is een heel nude paletje. Laura Lee houdt ook echt van nude kleurtjes. Zij is niet echt van de heftige, dramatische kleurrijke looks. Dus het is heel logisch dat zij met zo'n soort paletje komt. Dus ik ga hier gewoon een leuke look mee proberen te maken. En ik ga er ook gewoon een beetje een nude-achtige make-up look van maken. Niet te heftig, niks te raars. Al kun je niet echt heel heftig gaan met dit paletje. Maar ja, we gaan gewoon even kijken. Ik zal eerst even beginnen met alles te swatchen voor jullie. Nou, dit is dan de gehele onderste rij. Hier zitten ook de kleuren bij die mij echt het meeste aanspreken. Die glitterkleuren zijn echt wauwie. Deze kleuren zijn echt heel mooi. Wat me meteen opviel is dat de kleuren heel creamy aanvoelen. Totaal niet poederig. Nou, en dit is dan de hele bovenste rij. Mensen, de laatste keer dat ik mijn swatches zo liet zien, heeft mijn camera helemaal niet scherp gesteld. Dus alles was vaag toen ik het aan het editen was. Ik hoop dat hij het nou wel gewoon scherp stelt. Maar deze kleuren zijn ook echt heel mooi. Vooral die twee eerste matte kleuren. Die beetje gelige en roze vind ik echt heel mooi. Nou, voordat ik begin ga ik natuurlijk eerst mijn ogen primen. Ik gebruik mijn W7 oogschaduw primer daarvoor. Dit is echt mijn favoriete primer zoals veel van jullie al wel weten. Oké, ik heb even wat losse poeder gepakt om het af te poederen. Ik gebruik gewoon de W7 Banana Powder. Oké, wat ga ik doen? Ik ben echt helemaal enthousiast om een look te gaan maken hiermee. Oké, ik ga eerst deze onderste kleur pakken en die ga ik in mijn transitie doen. Dit wordt een beetje de basiskleur. Oké, mensen, ik heb net dus een Instagram video gemaakt en daar heb ik 6 liquid lipsticks op gedaan. Om gewoon alle kleuren te laten zien in een soort van mini swatch tutorial. Mijn lippen zijn helemaal kapot. Jullie weten denk ik wel hoeveel struggle het is om een liquid lipstick eraf te krijgen. Nou, moet je je even voorstellen dat je er 6 op doet achter elkaar. Dus ook 6 eraf moet halen. Nou, mijn lippen zijn helemaal kapot. I can't. Nou pak ik deze mooie matte roze kleur. En daarmee ga ik er overheen. Die kleur heet Bare. Ik noem nooit de naam op van de kleur. Al deze kleuren hebben gewoon een individuele naam. In heel veel paletjes is dat. Maar ik noem eigenlijk nooit gewoon die naam op. Ik weet niet waarom. Maar dit is in ieder geval de kleur Bare. En daarmee ga ik gewoon zo overheen. Iets eronder.
om het mooi roze te maken. De kleuren blenden echt super fijn. Ze voelen echt heel boterachtig aan. Ze zijn totaal niet poederig. Er is ook helemaal geen fallout in het paletje, zoals je wel kunt zien. Er is geen fallout op mijn oog. Dus in principe kun je eerst je gezichtsmake-up doen en dan pas je ogen, als je dat liever doet. Ik doe het gewoon altijd andersom. Ik weet niet waarom. Ik ben gewoon altijd bang voor fallout. Maar ik moet ook wel zeggen, ik had niet echt anders verwacht. Ik heb al wel een aantal video's gezien over dit paletje. En er was er echt geen negatief. Misschien dat er wel video's zijn die wel een beetje negatief zijn over dit paletje. Maar ik heb ze in ieder geval niet gezien. Maar ja, ik vorm natuurlijk gewoon alsnog gewoon mijn eigen mening. Vind ik hem niet goed, vind ik hem het geld niet waard, dan krijgen jullie dat natuurlijk ook gewoon te horen. Maar tot nu toe is hij wel het geld waard. Maar ik heb pas twee kleuren gebruikt. Zoals altijd, als ik iets test, ik ga gewoon zoveel mogelijk kleuren proberen te gebruiken. Zodat ik gewoon een goede mening kan geven. Nou ga ik deze beetje iets donkerder roze paars gekleurd pakken. Deze heet Butt Naked. En die ga ik in de buitenste ogen doen. Oh, dit is echt zo geschikt voor bruidsmake-up. Niet dat per se de look die ik vandaag maak geschikt is voor een bruid. Maar echt, het palet is echt geweldig. Al moet ik zeggen, de look van vandaag gaat ook wel een beetje bruidsmake-up zijn. Maar dat toch wel iets heftiger. Iets meer voor de bruid die van iets meer heftigere make-up houdt. Zoals ik. Ik ga echt zo eentje zijn die echt met de full face make-up aankomt. Ik ben niet zo van die natural looks. Ik vind het wel mooi voor alle dagen. Maar echt voor mijn eigen bruiloft zou ik wel echt al ingaan. Iemand van jullie vroeg mij ook laatst, omdat ik dus altijd van die best wel heftige looks maak, of ik die ook echt draag naar buiten en naar werk en naar dat soort dingen. Maar dat is niet wat ik doe. Het is niet dat als ik geen video maak en ik gewoon naar werk ga, ik me helemaal full force ga opmaken. Dat doe ik absoluut niet. Ik maak deze looks echt alleen maar voor YouTube en Instagram en voor speciale gelegenheden. Maar ik probeer het altijd een beetje te combineren, want ik heb niet echt heel veel tijd. Dus ik probeer altijd, als ik bijvoorbeeld iets ga doen waar ik me dus al sowieso voor moet opmaken, dat ik dan ook gelijk een video maak. En zo kan ik het allemaal een beetje combineren. En omdat ik gewoon de oogschaduw echt goed wil laten zien, ga ik ook vandaag weer een cut crease maken. Ik weet mensen, jullie willen ook looks zien zonder cut crease. Dus ik heb er ook al een aantal gemaakt, ook op mijn Instagram. Maar vandaag gaan we weer gewoon voor een cut crease, omdat ik vooral die glitterkleuren gewoon heel goed wil laten zien. En ik gebruik weer mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer om een cut crease te maken, like always. Nou, de cut crease is klaar, de halve cut crease. Ik heb het gewoon een beetje gedaan tot over de helft en ik heb hem niet te hoog gebracht. Ik ga wel een beetje voor een naturel cut crease. Dan pak ik deze mooie roze kleur, die heet Topless. En daarmee ga ik over de plek waar ik de cut crease heb gezet. Ik heb de cut crease niet afgepoederd, want dat is niet wat ik wil. Want ik wil dat hij lekker blijft plakken. En ik ga mijn kwast weer nat maken met MAC Fix Plus. Mensen, ik heb de MAC Fix Plus mat. Ik raad die echt niet aan. What the F. Ik vind hem echt niet fijn. Je moet hem super goed schudden, want anders, als je hem spreekt, krijg je allemaal van die puntjes op je gezicht. Van die witte puntjes. Dat is dus dat matte wat erin zit. Dus je moet hem echt super goed schudden. En ja, ik vind hem echt helemaal niks. Je kunt gewoon beter voor de normale MAC Fix Plus gaan. Maar ja, ik heb hem nou al, dus ik maak hem gewoon op en dan koop ik gewoon voortaan de normale. En er is echt nog steeds geen enkele fallout. Dit gaat echt hartstikke goed tot nu toe. En mensen, echt, ik ga het echt nog een keer herhalen. Dit is echt een alledaags paletje. Hij heet niet voor niks Nudie Patootie. Als je iets heftigs wilt, is dit paletje niks voor jou. Ook de matte kleuren zijn niet super gepigmenteerd, niet heel erg heftig. Het is echt een alledaags paletje, echt voor nude make-up looks, een beetje voor niet heftig, gewoon mooi en zachte make-up looks. Zoals ik eigenlijk vandaag ook maak. Dus daar is hij echt perfect voor. Nou, de kleur zit erop, super mooi. Ik vind het echt heel mooi. I love it. Nou, ik heb deze kleur er eigenlijk een beetje als basis op gezet. En ook gewoon omdat ik die kleur wilde zien. Maar ik ga nou deze heftige roze kleur op die roze kleur doen. Op die andere roze kleur doen. En dit is de kleur Jaybird. Nou, ik ben hier ook echt heel benieuwd naar, want hij ziet eruit alsof hij heel heftig is en heel veel fallout heeft. But we will see. Ik ga het gewoon zo opdeppen. Oeh la la, kijk hoe mooi. Dit is zo mooi. I can't.
Dit is echt prachtig. Ik ga jullie even een beetje inzoomen, zodat jullie het nog beter kunnen zien. Kijk even hoe mooi deze kleur is. Dit is echt... Ik moet het nog wel uitblenden, maar ik wil het gewoon toch even laten zien nu al. Het is zo mooi. Oké, nou pak ik de donkste matkleur in het paletje. Deze heet Nakey Nakey. En die ga ik in de buitenste ooghoek doen. En ook deze kleur is weer niet super donker. Het is weer heel soft. Heel mooi. Niks is echt heel heftig hier, behalve dan die twee kleurtjes. Oké, dit is de eerste kleur die wel echt fallout heeft. Er is hier wel echt oogschaduw gevallen. Dat was bij die andere kleuren niet, dus alleen bij deze tot nu toe. Dat is dus de reden dat ik altijd eerst met mijn ogen begin, want je weet het nooit. En ik vind hem niet zo heel goed blenden. Hij is een beetje patchy. Oké, dit is tot nu toe de enige kleur die ik niet zo vind. Kijk, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar hij pakt hier echt heel veel en hier echt helemaal niks. Dat is niet zo fijn. Oké, mensen, ik weet niet wat het is met deze donkere kleur, maar ik vind hem echt helemaal niks. Hij is super patchy, hij blendt echt niet mooi. Wat is dit? Hier is hij wat beter gelukt dan hier. Hier, ik weet niet wat er hier aan de hand is. Nou, bummer. Die kleur is in ieder geval niks. Dit is dus de reden dat ik altijd zoveel mogelijk kleuren wil gebruiken. Nou pak ik weer die licht roze kleur van in het begin. En daarmee ga ik nog een beetje over alles heen om het iets meer roze te maken. Nou pak ik de lichtste kleur in het paletje. Deze heet Stark en die doe ik onder mijn wenkbrauw. Deze kleur is ook echt heel mooi. Hij is alleen wel echt heel wit. Ik had hem iets meer nude gewild. Iets donkerder. Maar dat maakt niet uit. Ik vind hem zo ook wel heel mooi. Oh, de fallout is echt intens. Die bruine kleur heeft echt alles naar beneden geflikkerd. Helemaal hier is alles is fallout. Nou, ik zei dus in het begin dat je best wel eerst met je gezichtsmake-up kunt beginnen. Maar dat neem ik echt terug. Begin echt eerst met je ogen. Ik ga heel even wat eyeliner zetten. Ik gebruik mijn Catrice Liquid Eyeliner. En ik maak gewoon een best wel extreme wing. En voor mascara gebruik ik mijn Benefit Bad Girl Bang mascara. Echt, ik kan dat nooit gewoon fatsoenlijk uitspreken. Bad Girl Bang Girl. Die girl, girl, girl. Girl, Bad Girl Bang. Oké, whatever. Nou, aangezien we een intense fallout hebben, moet ik het echt even opruimen met een make-up doekje. Ik gebruik gewoon altijd de make-up doekjes van de Action. Want mijn doekjes gaan er zo hard doorheen. Omdat ik altijd make-up video's maak en swatches en echt... Ik moet bijna per dag echt like 10 van die doekjes hebben. Dus ik ga echt niet veel geld eraan besteden. Dus ik haal gewoon lekker die van de Action. En ik vind ze ook echt prima. Nou, dan zijn we vanavond wel even klaar met de ooglook. Ik ga even snel verder met mijn gezicht. En dan kom ik zo bij jullie terug om verder te gaan met de ooglook. Dus tot over 1 seconde. Nou, daar ben ik weer. Ik heb mijn gezichtsmake-up gedaan. En ik doe echt alleen mijn huidmake-up. Ik heb nog geen blush, bronze, highlighter of wat dan ook gedaan. We gaan nou gewoon eerst door met de ooglook. Oh, ik besef net dat ik geen wimpers heb opgedaan. I get it together. Ik was van plan om die al op te hebben als ik weer terugkwam bij jullie, maar oké. Okay. Nou, aangezien dit een hele naturel look is, gaan we ook voor naturel nep wimpers. Ik ga deze wimpers opdoen van AC Beauty. Ik weet allemaal niet hoe je haar naam uitspreekt, Estra, en dan haar achternaam. Dit zijn de wimpers Dissel. Oh mijn god, waarom heb ik zoveel issues met haar producten? Ik kan niks uitspreken. D-I-C-L-E zijn deze wimpers. Ik zet wel de link gewoon in de beschrijving. En ik ga die even snel opdoen en dan kom ik weer zo terug. Mensen, ik ben echt een mens vandaag. Ik moet 3 video's maken. Ik heb er al 2 gemaakt. Plus 2 Instagram video's. Ik moet 5 video's maken vandaag. Dus ik ben echt een beetje all over the place. Maar ik ga even snel die wimpers opdoen en dan kom ik zo terug. Oké, nou daar ben ik dan weer met wimpers op. Echt, ik ben zo chaotisch vandaag. Alsof ik nog niet genoeg moet doen vandaag. En alsof ik nog niet chaotisch genoeg ben vandaag. Is het misgegaan met de Instagram video die ik net heb gemaakt. Het hele bestand is helemaal hij wil niet open gaan. Dus ik heb heel die Instagram video gemaakt voor niks basically. Dus ik heb die net ook weer helemaal overnieuw moeten maken. Echt mensen, het is vandaag echt niet mijn dag, maar ik blijf altijd positief, want zo ben ik. Oh echt, wat een gezeik vandaag mensen. Af en toe heb je echt van Dissel dagen.
Nou, gelukkig maakt dit paletje mij nog een beetje blij, behalve die ene donkere kleur dan. Oké, voor mijn onderste wimperrand ga ik deze opdoen en ik ga die mixen met deze. Ik hoor gewoon mijn buurjongen hier. Hij heeft altijd heel hard muziek op staan, want hij gaat dan altijd een beetje alcohol drinken en zo. En dan, ja, dan gaat hij zo lekker in zijn vibe. En ik hoor nou gewoon dat hij nou Britney Spears op heeft staan. Met het liedje Toxic. Oh my god. Dit brengt echt super oude herinneringen op. Wie kent het liedje nog Toxic? Baby, can't you see? I'm calling. Die is zo oud. Oh my god. But I love it. Ik vond Britney Spears liedjes altijd gewoon super leuk. Want ik hou wel van popmuziek en zo. Ik ben niet echt van rap en zo. Ik ben wel echt meer van pop. Dus zij was altijd wel echt mijn ding. Oké, en dan weer even wat mascara op mijn onderste wimpers. En dan wat ik eigenlijk nog wil doen is deze kleur mixen met deze kleur. En die dan in mijn binnenste ogen doen voor een extra pop. Ik breng eerst die roze kleur aan. En dan breng ik die witte kleur eroverheen aan. Want ik vond die witte kleur ja iets te wit om alleen aan te brengen. Maar ik dacht als ik dan die andere kleur als basis gebruik, dan wordt het een beetje rozig wit. En dat is dan wel weer mooi en dat staat ook beter met de look. Nou en dan als laatste ga ik een bruin oogpotloodje aanbrengen in mijn waterlijn. Deze is van Kiko. Even kijken hoe die heet. Intense Color Long Lasting Eyeliner in de kleur 4. Dit is gewoon een donkerbruine kleur. Nou en dit was dan de ooglook. Ik vind het heel mooi geworden, al moet ik het zelf zeggen. Ik heb super veel kleuren gebruikt. Ik heb echt 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleuren gebruikt van de 9. Dus ik heb op zich best wel een goede mening kunnen vormen over dit paletje. Letterlijk de enige kleur die ik niet kon uitstaan was die donkerbruine kleur deze. Ik ga die ook gewoon niet meer gebruiken. Als ik dit paletje gebruik voor make-up looks in de toekomst ga ik die niet gebruiken. Mensen, die blendt echt niet. Ik vind ook echt dat hij een beetje het look nou heeft verpest. Maar whatever. Deze hertige kleur is echt geweldig. Ik ben ook echt heel benieuwd naar deze gouden kleur en deze beetje mosterdgele kleur. Ik ben hier ook echt heel benieuwd naar. Ik was nog een manier aan het denken hoe ik die gele kleur nog een beetje kon forceren in deze look. Maar dat zou echt gewoon een puinhoop worden. Dus dat heb ik maar gewoon niet gedaan. Ik vind het heel mooi. Zonder deze donkerbruine kleur was hij nog mooier geweest. Maar ja, dat wist ik natuurlijk niet van tevoren. Vind ik het €45 waard, zeker. Ik vind het een heel mooi paletje ook. Omdat hij gewoon geschikt is voor veel meer gelegenheden. Je kunt het echt bijna voor alles gebruiken. Voor als je gewoon naar school gaat, kun je gewoon een beetje een paar matte kleurtjes opdoen. Als je naar een feestje gaat, kun je bijvoorbeeld die kleur opdoen die ik nou heb opgedaan. Of die kleur in het goud. Je kunt echt van alles doen. Ik vind hem zeker je geld waard. €45 is in principe niet heel duur voor wat je krijgt. Dus ik vind het zeker waard. Ik ga mijn eigen nou verder opmaken. En dan kom ik weer zo bij jullie terug. Ja, dan kom ik weer zo terug. Ik snap niet waarom ik daarover aan het nadenken was. Mensen, ik heb mijn bronzer aangebracht en er schoot me even iets binnen. Ik had gezien bij Laura Lee's video, toen ze dus dit paletje gebruikte, dat zij dus deze roze kleur Bare ook gebruikt als blush. Dus dat wilde ik ook gaan doen, dus dat ga ik ook gewoon even doen en laten zien. Als blush vind ik hem wel echt vrij heftig, maar ik vind het wel mooi. Ik vind het niet lelijk. Het is gewoon een, het had gewoon echt een blush kunnen zijn. Ze kan hier echt gewoon een blush van maken in principe. Dus ik vind het wel handig dat je ook gelijk een blush hebt in het paletje eigenlijk, basically. Ja, ik vind het wel mooi. Het is wel echt heftig. Ik heb ook een beetje veel gedaan volgens mij, zoals altijd. Maar ik vind het zeker wel mooi. I like it. Oké, nou ga ik me echt verder opmaken. Nou, dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en de look vooral mooi vonden. Mijn eindmening over dit paletje is gewoon zeker een duimpje omhoog. Het is gewoon heel goed voor de prijs. Ook heel leuk dat je het als blush kunt gebruiken. Vind ik ook zeker mooi. Het enige wat ik dan minder vond was die bruine kleur. Die was echt, ik weet niet waar het is misgegaan daar. Maar die was echt gewoon niet te doen. Ik vind dat ik er nou best wel schattig of zo uitzie. Het is een hele schattige ooglook. Als je benieuwd bent naar de rest van de make-up wat ik heb gebruikt, er komt vanavond een foto op Instagram van deze make-up look. En daar staat dan gewoon bij alles wat ik heb gebruikt. De foundation, lipstick, alles. Mocht je geen Instagram hebben en het toch graag willen weten, dan stel even gewoon je vraag hier beneden in de comments. En ik antwoord altijd. Dus ja, als het maar niet een vraag is die te ver gaat, dan antwoord ik eigenlijk niet. Maar als je gewoon een make-up vraag stelt, dan antwoord ik altijd. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. En die komt zaterdag om 1 uur. Doeg!